Na sluiting van de beurs start vrijdag een race tegen de klok. Het aandeel Fortis heeft binnen een week een derde van zijn waarde verloren. Binnen 63,5 uur, voor opening van de Europese beurzen maandagmorgen, moet er een oplossing liggen waarmee beleggers weer vertrouwen in het aandeel krijgen. Zaterdagavond, Brussel, 40 uur voor de deadline. Het Belgisch kabinet komt bij elkaar, bijgestaan door specialisten van de Belgische Nationale Bank. In Amsterdam laat minister Bos van Financiën zich bij de Nederlandse Bank bijpraten over de mogelijke scenario's voor Fortis, 33 uur voor opening van de beurs. Zondag, eind van de middag. In Brussel is een extra minister aan bijeengeroepen. Dat gaan we binnen bespreken. 15 uur voor de deadline. Topman Dirks van Fortis loopt opzichtig met een conceptreddingsplan onder zijn arm langs camera's en microfoons. Daaruit valt op te maken dat de overheden van Nederland, België en Luxemburg Fortis gaan steunen. Even later gisteravond arriveert bankpresident Trichet van de Europese Centrale Bank. Net als Nelly Kroes van de Europese Commissie en minister Bos van Financiën. Ik hoop dat we vanavond verder komen in het belang van alle spaarders. Zondagavond, een kleine 9 uur voor opening van de Europese beurzen, melden de hoofdrolspelers dat er een reddingsplan voor Fortis is gemaakt. Today Fortis and the governments of Belgium, Luxembourg and the Netherlands announced that they have entered into an agreement whereby the government of Belgium has agreed to invest 4.7 billion euro in Fortis Bank NVSA Belgium in exchange of 49% share in the common equity of this entity. The government of the Netherlands invests 4.0 billion euro in Fortis Bank Nederland Holding in exchange of 49% ownership in this entity. The government of Luxembourg invests 2.5 billion euro in Fortis Bank Luxembourg Société Anonyme in the form of a mandatory convertible loan. Next to other rights, Luxembourg, upon conversion, will be entitled to 49% of Fortis Bank Luxembourg. We agreed on some governance changes. Today, Maurice Lippens decided to step down as chairman of the Fortis NVSA Supervisory Board. His replacement will be recruited from outside the company in consultation with the Belgian government. In addition, the supervisory boards of each of the Belgian, Dutch and Luxembourg banks of Fortis will be reconstituted with significant presence of candidates nominated by each of the respective governments. Dames en heren, goedenavond. Ook de Nederlandse regering vond het haar plicht en verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren in eendrachtige samenwerking met de regering van België en Luxemburg om het Fortis Concern, dat in al onze drie landen een belangrijke financiële instelling is, om dat concern in deze roerige tijd de nodige rust en vertrouwen te voorzien. Daarom hebben wij ook meegedaan aan het leveren van een kapitaalbijdrage, omdat we ervan overtuigd zijn dat we op deze manier richting iedereen die op enige wijze betrokken is bij het Fortis Concern ook de komende tijd, in deze roerige tijden, overeind kunnen houden dat hier een gezonde financiële instelling staat waar mensen met een gerust hart hun geld kunnen toevertrouwen. Om die reden en geen enkele andere reden zijn we blij dat we in deze eendrachtige samenwerking mee hebben kunnen doen en zien wij de toekomst voor het concern weer met vertrouwen tegemoet. Dank u wel. Naast mij staat minister Bos van Financiën. Meneer Bos, waarom is de redding van Fortis u 4 miljard euro waard? Omdat we op dit moment moeten constateren dat een boel financiële instellingen in Europa kwetsbaar zijn. Moeilijke tijden op de beurs, vertrouwen van spaarders dat onder druk staat. En dan moet je als overheid ook je verantwoordelijkheid nemen. Op het moment dat een instelling kwetsbaar is, moet je zorgen dat de mensen die afhankelijk zijn van die instelling niet hoeven te twijfelen. En dat ze zeker weten dat dat de waarborgen gegeven zijn. En dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. De drie landen waar de Fortis Bank actief is, Luxemburg, België en Nederland,
Nederland hebben alle drie besloten extra geld in de bank te steken. Zodat er meer zekerheid is en mensen niet hoeven geen wantrouwen over te hebben. In hoeverre betekent dat dat het risico dat zo'n bank nou eenmaal is nu bij de belastingbetaler komt te liggen? Nee, we hebben op zich geen geld besteed dat nu verloren is. We steken ons geld feitelijk in aandelen van die bank. We kopen daarmee ook zeggenschap in die bank. Dus we krijgen ook meer invloed op hoe het die bank verder gaat en welke beslissingen er verder genomen worden. Dat is denk ik precies wat de spaarders op dit moment nodig hebben. Zodat ze weten dat het een bank is die tegen een stootje kan, juist nu het allemaal wat onvoorspelbaar wordt op de beurs. Zou op deze manier ook iedere bank bij u kunnen aankloppen voor extra geld? Nee, het gaat hier om extreme omstandigheden. We weten allemaal dat dit geen normale tijden zijn op de beurs. We weten ook allemaal dat juist Fortis de afgelopen dagen onder druk kwam. Dat mensen zich in toenemende mate afvroegen wat de toekomst van die bank zou zijn. Om die reden hebben wij nu laten zien dat alle drie de overheden in alle drie de landen waar die bank werkzaam is, bereid zijn hun schouders eronder te zetten en te zorgen dat die bank een toekomst heeft. En dat is goed voor al die bedrijven en huishoudens die van Fortis afhankelijk zijn. Eind september raakte Fortis in grote problemen. Nederland, België en Luxemburg namen toen alle drie een minderheidsbelang in Fortis. Na deze eerste reddingsactie zei Bos dat Fortis weer gezond was. We hebben op tijd ingegrepen en dat is goed nieuws. Fortis is gered. Fortis is gered. De Nederlandse minister van Financiën, Wouter Bos, was gisteren in Brussel om het reddingsplan rond te maken met zijn Benelux-collega's. En hij heeft er vertrouwen in dat het plan ook echt gaat werken. Als alle drie de overheden in alle drie de landen waar de Fortisbank actief is bereid zijn om voor zulke grote bedragen in te stappen, dan zegt dat iets over het commitment dat wij hebben. En ik denk dat dat straks ook gewoon de handelende partijen op de beurs, spaarders, ook vertrouwen zal geven. Ze weten nu dat wij voor een heel groot deel borg staan voor wat er in die bank gebeurt. Dat moet je ook niet zomaar doen, want ik geloof echt dat ondernemers, bankiers meer begrijpen van de financiële markt dan politici en ambtenaren. Maar er komt een moment dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En als wij zien dat het misgaat en dat het vertrouwen niet alleen in één bank, maar eigenlijk in het hele financiële systeem ter discussie komt te staan, dan moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen. En dat hebben we gedaan. Overlegd tot in de nachtelijke uren, wat waren de knelpunten? Waarom was het zo moeilijk? Nou ja, we zijn van zaterdag op zondagnacht ook samen met de premier Jan-Peter Balkenende en de Nederlandse Bank druk bezig geweest over ja, waar zijn we wel toe bereid, waar zijn we niet toe bereid, hoeveel mag het kosten. En vandaag zijn we in Brussel eigenlijk echt zaken gaan doen met elkaar. En ja, dan sta je ook onder tijdsdruk, omdat je natuurlijk het nieuws wel naar buiten wil hebben voordat de beurzen ook in andere delen van de wereld al openen. En ik ben blij dat het allemaal goed gelukt is, maar het was wel heel hard werken. Ik praat nog even verder met minister van Financiën Wouter Bos op een partijbijeenkomst in Leeuwarden. Goedenavond, meneer Bos. Er moet een tegenvaller voor u zijn dat zowel Fortis als de beurzen nou zo hard onderuit zijn gegaan na dat reddingsplan van gisteren. Want u leek nog zo opgewekt. Nou ja, niet alleen voor mij, maar voor iedereen die zijn geld heeft gestoken in die beursfondsen is het natuurlijk een zwarte dag geweest. Ja, nou zei president van de Nederlandse Bank Welling vandaag dat hij verbaasd was over hoe de belegger reageerde. Had u dat ook? Ja, Fortis hebben wij altijd gezegd en met reden is in essentie een gezond bedrijf. Dat bedrijf is nu nog gezonder gemaakt doordat drie overheden zich garant hebben gesteld met een extra 11,2 miljard euro. Dat betekent heel gewoon dat voor alle klanten en spaarders bij Fortis de zekerheid gegeven is dat de bank aan zijn verplichtingen zal kunnen blijven voldoen. En toch zie je dat dat eigenlijk tegen de achtergrond van de algehele onzekerheid in de beurs niet genoeg blijkt om in ieder geval vandaag een verdere koersdaling te voorkomen. Nee, het is niet genoeg, maar wat kunt u nog meer doen voor Fortis? Nou, er schijnt in de markt nog enige onduidelijkheid te zijn over hoe het reddingsplan technisch precies in elkaar zit. Dat zullen we natuurlijk nu heel snel ook uit de weg ruimen, zodat die onzekerheid ook uit de markt verdwijnt. Maar het allerbelangrijkste is, denk ik, dat men in Amerika nu snel tot een beslissing komt die ook door de markt gedragen wordt om de grote problemen die zich daar voordoen op te lossen. Want het zijn de problemen die daar ontstaan zijn, die nu de oceaan oversteken. Dus daar zal echt eerst een goede oplossing aan te komen.
daar wordt nu inderdaad aan gewerkt. Maar nou is het nog even terug naar Fortis. Want Fortis is een belangrijke bank. Zo zei u gisteravond nog, we laten Fortis niet vallen. Maar hoe ver kunt u daarin gaan? Ik denk dat wij een heel reële bijdrage nu hebben geleverd. Iedere klant, iedere spaarder bij Fortis die weet dat als er 3 regeringen achter zo'n bank gaan staan, dan valt zo'n bank niet om. Daar staan wij ook voor. We zien dat andere overheden in Europa, in Duitsland, in Engeland hetzelfde gedaan hebben. Dat geeft natuurlijk wel een verwarrend beeld voor mensen. Want enerzijds zien ze banken die in problemen komen. Dat leidt tot somberheid en onzekerheid op de beurs. Maar de andere kant van het verhaal is toch echt dat politici die ervoor aangesteld zijn om de stabiliteit van het financiële systeem te bewaken, die verantwoordelijkheid ook dit weekend weer genomen hebben. En dat zullen blijven doen als de situatie de aanleiding toe geeft. Ik ben erg overtuigd dat die beurskoers niet zal blijven dalen. Het kan niet dat een bedrijf dat zo'n sterke solvabiliteit heeft, dat nog sterke inkomstenstromen heeft, geen beurskoers heeft die dat reflecteert. Ook over de verkoop van ABN AMRO en de prijs die Fortis daarvoor hoopt te krijgen, was de nieuwe topman vol vertrouwen. Laat ons maar even afwachten wat we in onderhandelingen met potentiële kopers gaan doen. Maar ik ben overtuigd dat het een bedrijf is met mooie inkomstenstromen en we moeten daar dus een mooie prijs voor krijgen. Volkomen onverwacht heeft de Nederlandse staat alle Nederlandse onderdelen van Fortis, inclusief ABN AMRO, gekocht. Premier Balkenende, minister Bos van Financiën en president Wellink van de Nederlandse Bank maakten dat na beurs bekend. Nederland betaalt 16,8 miljard euro hiervoor. Deze nieuwe afspraak vervangt het reddingsplan van vorig weekend. 2 dagen lang zijn minister Bos, premier Balkenende en de directeur van de Nederlandse bank Wellink in het grootste geheim aan het onderhandelen geweest in Brussel. Met als inzet het opkopen en nationaliseren van het Nederlandse stuk van Fortis.